En een behoorlijk negatieve column over Eva Jinek vandaag in de krant De Limburger. Schrijver daarvan, Ruud Maas, keek niet bepaald met liefde naar de presentatrice in de laatste dagen voor haar zwangerschapsverlof. Hij schrijft, het zag er de laatste dagen niet meer uit. Ze zat onderuit gezakt in een stoel met haar opgezette benen uitgestrekt alsof ze op de camping de zwetende otter zit. Haar zwangerschap leidt af van een talent dat ze heeft. Nou, heel veel reacties erop uiteraard. Logisch, ja. Alle mensen, we hebben even proberen te spreken met Eva zelf. Die is met verlof. Haar manager laat weten, nou, we gaan hier niet eerst op reageren. Dit laten ze maar eventjes zo. Maar goed, alle reacties die zijn er geweest in ieder geval. Wat ik graag zou willen weten is hoe die columnist er zelf uitziet. Ja, 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 ziet je. Ik denk dat we daar ook nog wel een paar regels aan kwijt. Ik vermoed van wel, inderdaad, ja.